Mevrouw Saris, wat zijn de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen van de gemeente? Ja, Averdam is geconfronteerd of wordt geconfronteerd met €400.000 aan bezuinigingen op het welzijnswerk. En nou, dat is voor ons echt een bittere pil. Ik snap heel goed dat er bij de gemeente bezuinigd moet worden. Ik snap ook goed dat wij daar een bijdrage aan moeten leveren. Maar €400.000 is wel heel erg veel geld en voor ons echt een bittere pil. Wij van Averdam werken namelijk voor de kwetsbaren in Almelo. Voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het opvoeden van hun kinderen, bij het lange zelfstandig wonen. Voor jonge moeders die wat extra hulp en ondersteuning nodig hebben. Voor mensen die laaggeletterd zijn, werken we samen bijvoorbeeld met de bibliotheek in het taalpunt. Jongerenwerk bieden wij aan, samen bijvoorbeeld met Kaliber in Studio 15. Maar we zijn ook actief in de vele wijken van Almelo, waar wij gewoon kinderen zien, kinderen kennen. En ook daarmee voorkomen dat kinderen uitvallen. Wij zorgen ervoor dat kinderen veilig opgroeien in gezinnen en daar ook op eigen benen kunnen staan en hun ouders daarbij ook geholpen worden. Nou, we werken als Averdam heel veel samen met andere partijen in Almelo. Ik noemde ze net al, Kaliber, bibliotheek, maar ook het sportbedrijf. En daarnaast bieden wij ook aan 450 vrijwilligers naast een geweldig leuke daginvulling en dagstructuur ook gewoon een zinvol invulling van de dag. Nou, wat ik heel jammer vind in deze bezuiniging, zeker in deze coronatijd, dat je gewoon merkt dat juist die kwetsbare gezinnen, dat die toch wel onder druk komen te staan. De werkloosheid gaat toenemen, de schuldenproblematiek neemt toe, eenzaamheid. En Almelo scoort toch al wel vrij hoog op dit soort aspecten. Dus wat meer sprake van overgewicht, meer huisartsen bezoeken en ook de eenzaamheid. Nou, en als je daar zeg maar niet snel bij bent en niet bent voor de mensen, ja, dan zie je toch dat er vaak beroep gedaan moet worden op duurdere zorg. Ja, en ik vind het jammer dat alleen naar kosten wordt gekeken, maar je moet vooral ook kijken naar wat het oplevert. Wat levert het op als je investeert in preventie? Wat levert het op als je investeert in jongeren? Ik doe echt een oproep aan de gemeenteraad om goed na te denken. Ik begrijp heel goed dat er bezuinigd moet worden. Maar kijk waar bezuinigd moet worden. Laat goedkoop geen duurkoop worden. Zorg voor de Almeloze inwoners. Zorg voor de sociale structuur. En zorg ervoor dat jongeren veilig kunnen opgroeien. Zorg ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. En aan Averdam hebt u daar een goede partner aan. En wij zullen samen met u kijken en helpen dat de sociale structuur van Almelo overeind blijft.